ik heb nog even gezocht in mijn persoonlijk videoarchief. Moet je hier even naar kijken. Hoe oud ben je dan, denk je? 17, 18 was. Hé? 17, 18 jaar, denk ik. Sta ik weer voor joker. Valenburg en de bal. Dat waren echt vrienden. Ja, dat mag je zeggen. Dat was hem. Ik voel me weer sterk. Zullen we het nog een keer doen, Gerald? Ja, voor mij is geen probleem. Jij moet lopen. Ik hobbel al achter jou aan. Okay. En laat jij het maar zien. Glimlach, Gerald Valenburg zelf. Is dat even cool of wat? Nou, Gerald, en je hebt de bal? Dan is altijd weer de vraag, ja, wat zou je met die bal willen doen? Heeft er ooit iemand meer techniek gehad dan jij in Nederland? Nou, ik kom wel wat met de bal. Sprak hij bescheiden, ik kom wel wat met een bal. Valenburg en de bal, die hebben nooit ruzie gehad, of wel? Nee, meestal hadden we geen ruzie, maar... Nee. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb gisteren wel gespeeld, Harry. Ik heb een beetje last van mijn rug, maar we gaan... Hij heeft last van zijn rug, kun je nagaan? Dus nu ga je iets zien, terwijl hij last van zijn rug heeft. Alleen hoog houden vind ik al fantastisch. Ja, maar hoog houden... Ja, maar goed, maar jij kan hem ook nog op een manier opwippen wat ook niemand kan. Ik heb een achter je standbeen langs en weet ik veel dat je allemaal kan. Nee, maar let even op mensen, het gemak. Doe het nog eens even voor me. Zeg, zie het gemak voor. Hey, hallo. Ik kan je voorstellen, hij is nu... Hoe oud ben je? Ik ben nou 54. 54, stel je voor. Toen hij dus 24 was. Doet hij aan. Oh, had je dit eindelijk gezien? Oh, Gerald. Ja, je maakt me gelukkig. Dit vind ik mooi, ja. De truc is, de bal gaat over hemzelf heen en dan neemt hij hem weer mee. Let op, komt ie. Yo! Ho! Zag je hem? Dat doet hij gewoon! Ja! Dat is Valenburg!